Maleskamp, Maleskamp. Dat was de inzet gisteren van een vraag die de bewoners hier hebben. De gemeente presenteerde gisteren de plannen voor het dorp Maleskamp. Er komen hier seniorenwoningen, er komen starterswoningen, het dierenparkje wordt kleiner, de speeltuin wordt verzet en de kerk, daar komen kantoren in. Ja, we hadden toch het idee dat er heel veel gebouwd zou gaan worden. En uiteindelijk valt het toch wel mee. Ja, er komen kantoren in de Sint-Bernadettekerk. Er komt een aantal seniorenwoningen. Er komt een aantal starterswoningen ook nog. U zegt het is een bescheiden plan zoals de gemeente het aan heeft geboden. Ja, dat denk ik wel, ja. Voor de ruimte die er is, is het zeer bescheiden opgesteld. Met heel veel groen en toch heel veel ruimte nog voor het verplaatsen van de speeltuin. En het behouden van dierentuintje, dierenwijn. Ik heb gisteren getwitterd dat de buurt gematigd positief was. Dat heb ik gisteren ook de avond wel ervaren. Het geklap was harder bij de positieve kant dan bij de negatieve mensen. Dus, ja, er zijn altijd wat mensen die tegen zijn. En dat zal misschien ook wel blijven, dat weet ik niet. In ieder geval heb ik begrepen dat er doorgegaan wordt op dit plan. En dat de bewoners van de wijk iets in mochten brengen waarvan zij dachten dat het beter kon. Uiteraard zijn er vragen, maar overwegend beseffen mensen dat er wel iets moet gebeuren in de Maleskamp. Want als er niets gebeurt, dan zal het gebied wat ik net noemde alleen nog maar verder gaan verloederen. En daar is eigenlijk de Maleskamp niet bij gebaat. En zijn ook de inwoners van de Maleskamp niet bij gebaat. U heeft het over kantoren in de kerk, in de Bernadettekerk. Is dat niet bouwen voor leegstand? Want ja, er staan al zoveel kantoren leeg in Den Bosch. Het is natuurlijk wel een bijzondere locatie. Het is een beperkte kantoorruimte. We praten over 1500 vierkante meter aan de A59. En de ontwikkelaar heeft echt onderzoek gedaan of die kantoorruimte verhuurbaar is. En het resultaat van onderzoek is positief. Kantoorruimte op die plek, in die omvang, is goed te verhuren. 144 inwoners van Maleskamp hebben een zogenaamd erfdienstbaarheidsrecht. Dat betekent dat omwonenden mogen bepalen wat er met het kerkgebouw en de omgeving van het kerkgebouw gebeurt. Dus je hebt eerst de toestemming van de omwonenden nodig voor je verder kunt met de planologische procedure. Maar betekent dat dan niet dat erfdienstbaarheidsrecht als een soort van zwaard van Damocles boven de plannen van de gemeente hangt? Ja, zeker. Kijk, je hebt de toestemming, en daar begint het mee, van 144 mensen nodig om dit plan verder te ontwikkelen. En als die mensen zeggen van het mag niet, we doen niet mee, we zien niet af van die erfdienstbaarheid, dan gaan de plannen niet door. Dat is het unieke van die situatie. Denkt u dat mensen dat rechts gaan gebruiken ook? Ik denk het wel. Want er zijn natuurlijk altijd van die 144 mensen die het er niet mee eens zijn. Dus dat wordt natuurlijk altijd een probleem. Maar dat betekent dat het voor de gemeente Den Bosch manoeuvreren, masseren wordt om uiteindelijk een plan er doorheen te krijgen, toch? En dat zal natuurlijk heel moeilijk worden, want je krijgt nooit iedereen op één lijn. Stel dat één iemand dwars ligt, wat dan? Gaat het plan dan zeker niet door? Ik ga daar niet van uit. Ik ga ervan uit dat wij een goed plan gepresenteerd hebben, dat goed ontvangen is. We gaan het overleg met de mensen aan, we gaan het overleg met de erfdienstbereikhouders aan. En ik ga er vooralsnog van uit dat we er gewoon uitkomen. Laten we eerlijk zijn, we hebben een prachtige wijk. Iedereen heeft groen om de deur. De kinderen kunnen spelen naar hartelust. Wat willen we nou nog meer? Huh? Een nieuwe wijk, nieuwe huizen erbij. Nieuwe jonge bewoners? Ja, ook, ja. Ja, precies.